Bewoners van Lelystad-Haven zijn er nog niet uit hoe blauwalg en waterplanten in het bovenwater het beste kunnen worden aangepakt. Dat bleek woensdag tijdens een informatieavond in buurthuis De Windhoek. Al jaren worstelt de gemeente met het bovenwater. Groeien de waterplanten te hard, dan raken de watersporters erin verstrikt. Worden de planten gemaaid om zeilers te plezieren, dan krijgt de blauwalg de kans. En die maakt zwemmen onaantrekkelijk en bezorgt omwonenden veel stank. De gemeente heeft naar oplossingen gezocht, maar komt er zelf niet uit. Er is op dit moment geen favoriete oplossing. Er zijn oplossingen bedacht door de deskundigen. Kosten vele miljoenen. 20 miljoen voor bodemafgraven, hè? Ja, maar u heeft ook gezien in de presentatie met geen garantie. Ook de circa 40 bewoners kwamen gisteravond niet met dé oplossing. Ik denk dat er in ieder geval gemaaid moet worden. En ik wil de gemeente ook wel een compliment maken voor het afgelopen seizoen. Het seizoen daarvoor was het een drama, maar het afgelopen seizoen is goed verlopen. Er is goed gemaaid en alles is al opgeruimd. En afgelopen jaar heb ik zelf, en ik woon aan het bovenwater, geen blauwalg bij mijn stijgers bespeurd. Ik woon nu momenteel 15 jaar aan het bovenwater. En toen ik hier 3 jaar woonde, toen hebben ze een balk over de bodem heen gesleept. En dat was voor mij de optie. En eigenlijk het hele zeilseizoen nergens last van. Dus doe dat maar opnieuw, zegt u? Ik zeg opnieuw doen. Enkele bewoners gaan de komende maanden in een klankbordgroep verder meedenken met de gemeente en het waterschap over de beste oplossing. Mocht daar een idee uitkomen dat duurder is dan de 80.000 euro die de gemeente nu uitgeeft aan het beheer van het bovenwater, dan wil de wethouder daarover nadenken. Als er een oplossing uitkomt die wat duurder is en die ook helpt... Dan is dat altijd bespreekbaar, want je moet altijd de verdeling maken van hoe zet je in. En het gaat hier natuurlijk wel om het groot belang van en ondernemers en bewoners aan het water. Of er dit jaar nog een oplossing komt, is onduidelijk.